Hallo allemaal. Mijn naam is Charlie. Het robotmaatje voor kinderen met een chronische aandoening. Het is een eer dat ik mezelf vandaag aan jullie mag voorstellen. Ik zal laten horen en zien wat ik allemaal kan. Ik help kinderen met diabetes, autisme of ADHD om hier beter mee om te gaan. Deze ziektes hebben veel invloed op het leven van kinderen. Onderzoek speelt een belangrijke rol in de zorg voor deze kinderen. Dankzij onderzoek weten we hoe robots, zoals ik, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. In het project PAL onderzoek TNO hoe sociale robots, zoals ik, kinderen met diabetes kunnen helpen. Ik speel educatieve verspellen met kinderen en bevoeren gesprekjes. Zo leer ik ze meer over diabetes en wat daar allemaal bij komt kijken. Het leuke is dat de kinderen mij ook dingen leren. Hierdoor ontwikkelen we een band en kan ik de kinderen motiveren en stimuleren zich verder te ontwikkelen. Maar ik kan nog meer. Soms ben ik klasseassistent van de meester of juf. Of ik ondersteun de dokter. En ik kan dansen. Kijk maar. Zo, daar word ik wel blij van. En kinderen ook. Ik ga trouwens zo direct weer terug naar de poli om met de kinderen te praten en te spelen. Wil je meer van mij weten? Neem dan contact op met Olivier Blans om Henkemans van TNO. Hij kan je alles over mij vertellen. Tot ziens.